zijn er drie nieuwe gasten bij mij aan tafel aangeschoven. Wim van Maurik, voorzitter bij Cumula. Guus Kooijman, ondernemer uit De Kwakel en een van zijn werknemers Arjan Plasmeijer. Welkom alle drie, fijn dat jullie erbij zijn. Ja. Ja, we gaan het hebben over betrokkenheid bij je werk en je collega's in tijden van corona. Want dat is natuurlijk allemaal wat anders geworden de afgelopen tijd. Heel anders, denk ik. Behoorlijk. Ja. Belangrijkste is dat we in ieder geval door konden werken, denk ik. Absoluut. Dat is in ieder geval fijn dat dat kon. Maar het is natuurlijk wel, het ziet er wel anders uit, toch, Wim? Het ziet er absoluut anders uit. Hè. Je zei net zelf al, belangrijk dat we door kunnen werken. Want dat geeft een beetje structuur aan de dag. En dat is wel heel prettig. Ja. En praktisch gezien kan ons werk ook gewoon doorgaan. Want 99% doen we ons werk buiten. En betrokkenheid met die mannen. Hè, want het is toch 90% mannen in onze sector. Ja, dat gaat anders. Ja. Daar waar je ze normaal iedere dag in de kantine hebt, morgens om 6 uur tot 's avonds 6 uur en meerdere malen per dag, is het nu stil geworden in de kantine en spreken we elkaar op andere manieren. Ja, want wat voor een andere manier spreek je elkaar dan nu? Hoe is het? Ja, het is een beetje om de beurt elkaar opzoeken op kantoor. En we doen natuurlijk ook wel dingen digitaal in een appgroep of in een foto- en film-app waar we elkaar op de hoogte houden van de dingen die we doen. En nogmaals, persoonlijke gesprekken zijn 1-op-1 even op kantoor. En niet meer tijdens de koffie of tijdens een vrijdagmiddagborrel in het collectief. Dat gaat niet meer. Nee. Dus dat het is een iets ander verhaal. Zijn er ook, heb je ook dingen digitaal die je nu anders doet? Want er gaan natuurlijk ook dingen digitaal. Ja, kijk, je hebt natuurlijk korte werkbesprekingen en toolbox-meetingen die je gewoon niet meer in het collectief kunnen. Dus daar hebben we een appgroep voor opgericht. En die mededelingen en vraag en antwoord gaan gewoon in de, zoals het bij ons heet, de Vermouwelijk No Shit Groep. Daar houden ze redelijk aan. No shit in, daar moeten alleen maar no shit, alleen maar zakelijke dingen en dingen die er toe doen. En die andere dingen die ze graag met elkaar willen delen, dat doen ze maar in een andere appgroep. Ja. En dat werkt redelijk goed. Het is natuurlijk niet zo leuk dan gewoon elkaar fysiek ontmoeten en gezellig om de tafel. Maar nee. Het werkt. Ja. Het gaat. Het gaat. Guus, hoe gaat dat bij jullie? Ja, we lopen natuurlijk tegen dezelfde dingen aan. Kijk, de vrijdagmiddagborrel is er niet meer. De mensen kunnen niet meer inderdaad 's ochtends even in de kantine even het werk doornemen voordat we beginnen. Nee. Het is allemaal op locatie en we kunnen elkaar niet meer even gewoon even inderdaad vrijdagmiddag even vertellen wat speelt er, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed. En dat moet je toch op een andere manier zien op te lossen dat toch weer dat de angel eruit gehaald wordt. Ja, en nou dan zit er bij jou iemand die bij jou werkt, Arjan. Hoe voelt dat voor jou als werknemer? Normaal gesproken is dat lekker bij elkaar. Vrijdagmiddagborrel. Ja, vrijdagmiddag, Guus zegt het al. Dan worden er ook wat dingen besproken over wat de hele week gebeurd is. Maar zo'n borreltje, die hoort er dan ook altijd bij. Ja, en natuurlijk. Dat doen we dan niet meer. En hebben ze ook een idee gebracht van we maken gewoon een pakketje, die zetten we op de tafel. En iedereen komt om zijn beurt zijn pakketje halen. En er zit een zakje borrelnootjes en een paar biertjes. En dan kon je dat thuis gaan nuttigen. Dus dat was op zich wel weer een hele mooie oplossing. Ja, dat je dan toch een beetje vervanging van die vrijdagmiddagborrel. Ja. En die borrel zit er dan toch bij. Ja, ja. Ja, maar het voelt natuurlijk wel anders. Nou is het zo dat bij jou volgens mij die vrijdagmiddagborrel nog wel doorgaat, maar dan anders, hè? Ja, die gaat nog wel door. Dus er zijn wat mannen die hebben ervoor gekozen om rechtstreeks naar huis te gaan natuurlijk. Daar hebben we ook toe verzocht. Hè? Want jongens, kom alleen aan de zaak als je wat te melden hebt. Pak je bakje koffie en ga aan het werk. En daarna ga naar huis als je klaar bent. Ja. En een gedeelte van die mannen doet dat ook. En de andere gedeelte die nog wel aan de zaak komen en dat bijna niet kunnen laten, zeg maar, zo'n vrijdagmiddagborrel, doen we het op meerdere plekken. Dus de kantine, daar mogen er gewoon max 6 in. En dan is dat ook verantwoord met die 1,5 meter. En anders in de loods hebben we nog een nieuwe plek ingericht. En dan kunnen er ook nog een stuk of 6 zitten. En dus doen we het maar op 2 plekken. Ja, nou is misschien ook nog een leuk idee voor jullie, ja, Guus. Minder gezellig, maar... Wordt Arjan wel heel blij van, zie ik al. Die kijkt er nu alweer naar uit. Ik zou zeggen, Arjan is welkom. Dus, Arjan komt de vrijdagmiddagborrel bij jullie doen. Leuk. Ja, maar Guus, kun je eens vertellen hoe jullie bedrijf er een beetje uitziet? Dat we ook een beetje een idee hebben van hoe dat dan zit, zeg maar. Hoe dat dus nu verandert en hoe je die medewerkers dan toch, ondanks dat je dus fysiek niet zoveel bij elkaar bent, dat je ze toch betrokken houdt. Ja, uiteindelijk probeer je de mensen toch wat vaker te bellen. Ook wel op de locatie toch even vaker te bezoeken. Ja. Maar je hebt 40 man in dienst volgens mij, hè? Ja, maar je hebt natuurlijk wel clusters. Dus lopen er een stuk of 3 of 4 op een locatie.
En ja, en je kan ze even rondbellen. We zitten toch allemaal wel in de regio het werk, dus je kan het hoeft niet allemaal in één dag. En ja, wat doe je nog meer? Ja, roep eens wat. Je probeert eigenlijk alles toch wel om de mensen toch een beetje, dat ze nog wel een beetje voor je willen rennen, zeg maar. Maar heb je dat gevoel dat ze ook nog wel, hou je ze betrokken of merk je wel dat corona ervoor zorgt dat ze misschien toch net wat minder betrokken zijn dan dat ze anders zijn? Nou, of? We komen van, wij hadden bijna elke 3 maanden hadden we wel een evenementje of een barbecue of op vrijdagmiddag taart. We doen altijd vrijdag als er iemand jarig is, deden we altijd een taart. Nou, elke week is er wel iemand jarig. Dus dan is er altijd. Dus je komt van ver. Dus je doet wel een paar stappen achteruit. Ja. Maar we zijn er wel een club. Dat is het probleem niet. Maar. Dus die taart wordt nu elke keer gebakken, maar dat wordt dan een kleine cupcake, sorry. Ja, zoiets. kunnen ze hem op het werk gaan brengen, bij wijze van spreken. Maar ben je er al een beetje aan gewend? Want ik kan me voorstellen dat het blijft ja, gewoon. Het is, je doet het is, jarenlang het is, iets het is gewoon aanpassen. En dat heeft iedereen natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen gebied. Maar goed, als je normaal gesproken met 10, 12 man in de kantine gaat zitten, dan wordt dat nu in twee gesplitst. Hè? Dan gaat de groep om die tijd en dan gaat de groep even later. Maar ziet je werkdag er heel anders uit ook? Nou, soms je pauzes ga je verleggen. En dat doet eigenlijk iedereen op die manier. En je moet goed rekening houden. Af en toe gaan we gewoon kijken als je aankomt en er zijn wat jongens onderweg, wat chauffeurs of wat machinisten. En dan kijk je in de kantine en dan, er zitten 6 man. Ja, dan ga je inderdaad even wachten. Dan wacht je tot de jongens klaar zijn en dan ga je daarna. Ja. En dat dus eigenlijk ben je weer bewuster bezig met alles nu. Zeker, dus, zeker. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien juist wel meer betrokken nu bent bij het werk dan anders. Omdat je nu heel anders ermee omgaat. Je bent veel bewuster. Je krijgt natuurlijk ook berichten van collega's die weer mensen kunnen met corona. En hoe ga je daar dan weer mee om? Of je hebt thuissituaties. Bij iedereen is natuurlijk altijd wat aan de hand. Dus dat is wel betrokkener inderdaad in die zin. Hè? Dat je toch als wat meer je betrokkener eigenlijk met elkaar. Je collega's contact hebt over het verhaal corona. Ja, bewuster misschien. Ja, ja bewuster. Keuze. Merk jij dat ook? Ja, we hebben natuurlijk, zit ik me net te bedenken, allemaal, tenminste de meeste bedrijven zijn echt familiebedrijven. En echt wel een kenmerk van een familiebedrijf is al hoge betrokkenheid. Hè? Ja. En die mannen die voelen zelf ook wel van, dit is niet alleen iets van de werkgever, maar het overkomt ons allemaal. Dus het is ook aan ons om die verantwoording te dragen. Dus ze voelen zich ook wel heel erg betrokken om het goed te doen. Ja. En ze komen zelf ook wel met suggesties. Of je ziet ze heel bewust keuzes maken door een machine te parkeren, gauw 1 bak koffie te nemen en weer te vertrekken. Bewuste keuze terwijl ze het gezelliger vinden om binnen te komen. Dus ik vind die betrokkenheid eigenlijk best goed. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval wel heel fijn dat dan eruit voortkomt. Dat is dan weer een positief dingetje, zullen we zeggen. Maar het zou fijn zijn als die vrijdagmiddag wel weer terugkomt. Absoluut, absoluut. En nou komen de feestdagen natuurlijk ook aan. Dat is ook zo'n uitgelezen moment voor, je zei het al, evenementje, moment om samen te komen. Hoe gaat dat dit jaar? Ja, ik denk dat we, zaten net wel even in de auto hierheen, zaten wel even te sparren. Maar misschien wat wil Arjan graag? Nou ja, kijk, normaal doet het. We krijgen altijd genoeg van het bedrijf. Dus als we hebben ook een personeelsvereniging, zijn met een man of wat, man of 3. En dan willen we met kerst doen wij dan wat. Hè? En, maar goed, dat gaat nu dit jaar dus niet gebeuren. Nee. En dan proberen we misschien gezamenlijk een online ding met een pubquiz of. Dat is ook, zie jij ook wel een beetje zo voor je, een pubquiz of. Moet er wat van maken. Hè? Ja. Dus jij bent nu al avonden aan het werken aan die vragen. Ja, we hebben een quizmaster. Ja. Ik kan het ook combineren met de evaluatie misschien nog. Hè? Ja. Wie de meeste geantwoorden goed heeft. Ja. Dat zijn altijd verhalen. Maar jullie werken dus ook wel hè? Het ziet er iets anders uit. Mensen zijn wel inmiddels er een beetje aan gewend. Merk je ook dat je nu veel meer op je mobiel kijkt de hele dag, omdat je dus digitaal veel meer aan de slag bent? Pak je die mobiel er vaker bij nu? Nou ja, als je de planning. Nu doe ik de planning zelf niet meer, maar met de planning zit je überhaupt al de hele dag met de mobiel in de hand. Dus er blijft niet veel meer tijd over. Maar je bent wel nog meer aan het appen en aan het mailen. En natuurlijk ook de videoconferenties met de vertegenwoordigers. Ja. Ja, het wordt wat digitaler. Het wordt allemaal wat digitaler. Ja. Wim, ik heb voor jou nog even tot slot een vraag. Want jij bent natuurlijk niet alleen ondernemer, maar ik zei het aan het begin ook al, je bent voorzitter van Cumula Nederland. Hoe ervaart de brancheorganisatie eigenlijk deze tijd? Hoe kijken jullie hier als brancheorganisatie tegenaan? We krijgen natuurlijk in de organisatie best veel vragen aangaande corona. En dat zit dan met name op personeel vlak. Want zoals net al gezegd,
het werk kan eigenlijk prima doorgaan. We werken allemaal buiten en heel vaak allemaal in de cabine alleen. Dus daar zitten geen grote vraagstukken. Maar het personele van quarantaine en getest worden, thuis blijven qua testen. Wie gaat dat allemaal betalen? Hoe regelen we dat allemaal? Dus daar is de organisatie druk mee. En de organisatie zelf is ook 100 man groot. In Nijkerk gaat er ook zeer bewust mee om. En we hebben net een nieuw pand gezet, maar we kunnen er eigenlijk niet in. Omdat we anders die anderhalve meter niet kunnen waarborgen. Ja, en als we even kijken naar de sector. Nogmaals, ons werk kunnen we doen. Maar we maken ons natuurlijk wel, vooral in combinatie met de stikstofproblematiek, wel wat zorgen over de toekomst, over de aanwas van nieuwe werken. En dan kijk ik vooral naar het grijze segment, de infrakant. Waar door corona natuurlijk ook heel veel mensen van de opdrachtgeverskant, ambtenaren, thuis zijn komen, dus thuis moeten werken. En dus overleg ook wat stroperiger gaan. Dat de werken wat minder snel vergund worden. En die werkstroom, die workflow, die gaat wat trager. Ja. En daar maken we ons wel wat zorgen over. Ja. Dus dat is wel iets om inderdaad rekening mee te houden. Ja, absoluut. Voor de overheid misschien wat mee te doen. Want je moet je ook realiseren, door de corona zijn we allemaal thuis gaan werken. En dat zal nooit meer helemaal teruggedraaid worden naar vroeger. Dus misschien worden de nieuwe wegen wel niet meer aangelegd, omdat we thuis gaan werken. En nieuwe wegen aanleggen is veel grondverzet, is veel werk voor ons. Ja. Dus we moeten er als ondernemers zijnde en ook als organisatie zijnde wel van bewust zijn dat we naar nieuwe kansen moeten zoeken. Omdat die grote infrawerken misschien wel helemaal niet meer doorgaan. Ja. Of later doorgaan. Zoeken naar nieuwe kansen. Ja, maar die zijn er. Die zijn er zeker. Nou, dat is in ieder geval een positieve afsluiting. Ja. Mag ik jullie danken voor jullie komst. Ja. En heel veel succes ook met die vrijdagmiddagborrel opzetten, coronaproof. Komt best goed.